Het voordeel van een familiebedrijf is dat die niet bezig zijn met de kwartaalwinst of de jaarwinst. Die zitten na te denken over hoe zien de komende 20, 30 jaar eruit. En dat is ook wat wij met dit gebouw hebben gedaan. Niet een gebouw neergezet voor de komende 5 jaar of 10 jaar, maar echt voor de komende 20, 30 jaar. En dit gebouw is vooral gericht op verbinden van mensen. Dat was de kernfunctie. Onze motto is niet voor niets: inspireert beter ondernemen. Dus wij willen graag aan anderen laten zien hoe je op een goede manier kunt ondernemen. En dit pand is voor ons eigenlijk de ultieme vorm om te laten zien aan anderen hoe wij nadenken over het ondernemerschap. Nou, ik ben heel trots op de manier van samenwerken met Dura. Ik denk dat het ook heel leuk is dat het dus ook in een opdrachtgever- en leveranciersrelatie dus ook heel veel vertrouwen kunt zetten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om: gaan wij met elkaar iets fantastisch doen? Gewoon elkaar in de ogen aankijken en zeggen: dit gaan wij samen fixen. Het mooie is dat het ons echt ook gelukt. Dus ik voel, hier is door mensen aan gewerkt aan dit pand met heel veel oog voor detail, met veel liefde. Ik bedoel, wat is een pand? Een pand is beton, staal, baksteen. Dat is niet echt iets. Het is eigenlijk heel koud. Mensen maken het warm. En het leuke is dat het wel een combinatie van staal, beton en bakstenen is, waar mensen dus graag willen zijn. En dat uiteindelijk gaat zorgen voor de liefde en de verbroedering, waardoor je, denken wij, ook fantastische producten en dienstverleningen naar je klanten kunt neerzetten.